bij Topnemers. Iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Vandaag is de gast Sander Nachtegaal. Sander, ik zat eventjes te kijken naar het lijstje. Ik denk eigenlijk niet dat we iemand hier te gast hebben gehad die betrokken is geweest bij meer bedrijven waar wij hier min of meer aandacht aan besteed hebben. Want als ik even het lijstje kijk, wij hebben samen Hans Veldhuizen gesproken. Die ken jij nog uit de tijd dat jij bij Album Printer werkte. We hebben Piet Show, jouw collega, jij bent Martijn Groot, hebben hier te gast gehad. In 2013. Ben jij bij betrokken geweest? My Tomorrow's, ben je nu nog bij betrokken? Hebben we aandacht aan besteed? Ja, dus ja. Dit is, jij bent... Een wonder dat je hier nog niet geweest bent. Het is één grote familie. Ja. Ja, nou ja, maar ik vind het super en indrukwekkend als ik dat hele lijstje hoor. Maar we gaan nu, we komen straks ongetwijfeld ook nog eventjes op de andere dingen. Want ik vind het eigenlijk te interessant om te horen wat jouw deskundigheid en je geschiedenis is. Maar nu is Instant waar jij mee bezig is. Ja. We hebben altijd een heel eenvoudige vraag. Wat is dat? Nou ja, Instant is eigenlijk een start-up die geboren is uit een probleem wat we zelf hadden. En met we bedoel ik Marcel Pansa en ik, de founders van Instant. En wat Instant eigenlijk doet is dat je kunt daarmee binnen 30 seconden content management toevoegen aan bestaande applicaties. En bestaande applicaties bedoel ik eigenlijk de software die gemaakt wordt door start-ups of door softwarebedrijven. Eigenlijk alles wat een webinterface heeft, daar kun je ons scriptje in gooien en vanaf dat moment kunnen mensen die bij jou werken, bijvoorbeeld je marketers, die kunnen gewoon teksten wijzigen, opslaan en dat soort dingen doen. Maar heel concreet, als ik een websiteje maak in WordPress, ik zeg maar wat, dat heeft een voorkant en een achterkant voor de leek. Dus de achterkant, het content management systeem, dat heeft niet zo heel veel te maken met hoe het eruit ziet aan de voorkant. Met jullie script kan ik gewoon editen in de voorkant van de website. Er zijn mensen die dat doen. Alleen wij richten ons eigenlijk het meest op eigenlijk de helft van het internet die niet wordt gepowered door een bestaand CMS. En dat zijn met name de mensen die... Dus zijn het veel mensen? Het zijn statische zelf, pagina's ja. Dus? Ja, serieus? Nee, het zijn geen statische pagina's. Het is maatwerk software. Dus mensen die zelf een backend programmeren en zelf een voorkant maken. Ja. En wat je vaak ziet is ook dat het half om half is bij bedrijven. Dus bedrijven hebben vaak hun bedrijfswebsite, hun forefront in WordPress of zo gemaakt. En eigenlijk alle software die ze releasen, die maken ze zelf. Bijvoorbeeld dashboards en checkouts en moeilijke dingen met knoppen. Die teksten wil je ook aan kunnen passen. Ja, en het gaat met name om die toepassingen. Ja, dat is onze doelgroep nu. Ja. Dus het is niet voor mensen die een site willen bouwen, maar inderdaad, of die doelgroep die komt. Weet je, het is bijna nooit zo dat op het moment dat je zelf een start-up begint, weet je, je begint eigenlijk altijd op dezelfde manier. Je hebt een geweldig idee, je denkt van dat ga ik doen en oh shit, de competitie heeft ook dat geweldige idee, dus we moeten wel opschieten. Dus wat je doet, is je maakt zo snel mogelijk een minimum viable product, een MVP zoals dat heet. Dat lanceer je als een malle en je weet natuurlijk dat de helft van de dingen die je later als je groot bent nodig gaat hebben, die stop je er niet in. Want als je dat wel doet, verlies je tijd. En dat is zonde van je tijd, want misschien red je het wel helemaal niet en ben je over 3 weken failliet. Dus dat doe je niet. Nou, dan komt er natuurlijk een moment, en je voelt hem al aankomen, dat je hebt dat MVP gelanceerd, je bent succesvol. En dan komt er een moment dat er een marketer aan je tafel staat als programmeur en die zegt, hey, ik wil graag teksten aanpassen daar en daar in de applicatie. Kun je dat even voor mij regelen? En voor je het weet is dat een 10%, 20% van je tijd ben je alleen maar bezig met dat soort klusjes. En dan komt er ook nog eens een dag dat hij zegt, volgende week wil ik graag in het Duits lanceren. Kan dat? Natuurlijk kan dat. Alleen het kost wel tijd. En die tijd had je eigenlijk liever gespendeerd aan iets wat wel leuk is. Want weet je, je noemt net een enorme lijst aan start-ups. En je begint gewoon patronen te zien. Hè? Weet je, als je hetzelfde ding binnen een andere niche nog een keer aan het doen bent, denk je van, zit ik nou weer een multilanguage applicatie hierin te hacken? Ja, dat is niks. Dus wij dachten, Marcel en ik, wij werkten aan samen. Ik heb hem ontmoet bij Album Printer. Dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. Hij is mijn chief programmeur bij Picho geweest. En voor My Tomorrow's heeft hij ook gewerkt als freelancer. Dus wij zagen gewoon eigenlijk weer dat probleem opdoen. En toen dachten we van, nou weet je wat, hobbyprojectje. We gaan gewoon eens wat avondjes spenderen en wat weekendjes flink aan het werk. Wij gaan dat probleem wel even oplossen. Nou, dat duurde natuurlijk veel langer dan we gedacht hadden. Dat zou je altijd zien. Maar we gingen dat maken en we hebben het toen gelanceerd voor Picho en My Tomorrow's. Het ging hartstikke goed. Het werkte perfect. Picho lanceerde op een gegeven moment in 8 talen. Volgens mij hebben ze er nou wat minder, maar en My Tomorrow's in 4. En bij My Tomorrow's was het helemaal belangrijk, omdat bij een medisch bedrijf moeten zowel de
medische mensen als de legal mensen, dus die checken of het volgens de wet allemaal in orde is, die moeten een go-no-go geven op nieuwe teksten. Dus als jij dat in je codebase moet oplossen, dat betekent dat eigenlijk bij ieder deployment, dus bij iedere release van je nieuwe software, zou het kunnen dat er iemand zegt, ja maar wacht eens even, deze zin die kan ieder de beugel. En dat blokkeert dan je hele deployment. Dus alle bugfixes, alle technische updates, alle nieuwe features, gaat niet door, want de tekst was niet goed. Dus eigenlijk wil je dat dus ontkoppeld hebben. Dus dat probleem gingen wij oplossen. Nou, dat was leuk, dat werkte als een malle. Toen gingen we daarover opscheppen tegen vrienden. En die wilden dat toen ook. Dus toen dachten we, dan plakken we er een websiteje op, zodat je je op kan geven. Nou, dat websiteje, dat heette teletext.nl. Ik wou dat zeggen, ja, jullie hebben ook nog een relatie tegen. Ja. Ja, dat is een beetje een apart verhaal, maar dat was eigenlijk niet zo'n goed idee. Wel teletext met een X, hè? Oh, ja. Ja, maar dat was eigenlijk nog slechter idee dan met een K. Maar dat leek ons toen heel grappig, want teletext was natuurlijk ook een soort van centraal medium, wat content uitzond naar heel veel schermpjes. En toen dachten we, ja, dat doen wij. Weet je, dat is wat wij doen. Ja. Ja, maar ook wat zij doen. Dus dat, nou, daar kom ik zo op. Maar toen hadden we dat websiteje gelanceerd. We hebben er een artikel geschreven over onze technische implementatie. Want als je natuurlijk een hobbyproject begint, dan kies je natuurlijk de leukste dingen die je kunt vinden. Hè. Dan ga je allemaal frameworks gebruiken die allemaal vet in beta zijn en die nog aan alle kanten rammelen. En wat wij besloten was eigenlijk een beetje gebaseerd op een soort van kenmerk van wat je eigenlijk terugziet bij alle startups waar ik bij betrokken ben. Wij vinden het gewoon heel leuk om onszelf rare regels op te leggen. Ik weet niet of je dat verhaal gelezen hebt, maar dat schreven we ook op het internet wel al een paar keer, denk ik. Maar bijvoorbeeld bij Picho, Martijn, die jullie kennen, die is natuurlijk een marketeer. Dus die vindt het dan leuk om tijdens een lopende sprint nog even gauw even wat dingen erin te duwen. Want die houdt zich niet zo aan regels. Want ja, dat is een salesjongen, die denkt, daar kom ik wel mee weg en zo. En dat is ook zo. Alleen is het toch lastig, want je gooit je planning ondersteboven. Dus wij hadden de regel van, nou is goed, jij mag dingen toevoegen aan onze planning. Buiten de regels om, maar dan moet je wel 50 keer opdrukken. Nou, dat ging goed, tot het moment dat hij dus heel goed kon opdrukken. Dus toen zijn we daar weer mee opgehouden. Bij Mind to Morris hadden we ook iets dergelijks. We hadden bij stand-ups voor developers de regel dat je iedereen begon door elkaar heen te praten. En dat was wel lastig, veel lawaai. En toen dachten we, nou, weet je wat, iedereen mag praten wanneer hij wil, geen probleem, maar dan moet je wel dansen als je praat. Want als je niet danst, mag je niet praten. En dan moet je je voorstellen, zo'n open kantoortuin, waar dan allemaal pharma mensen aan het typen zijn op hun computer, en dat dan in een hoekje zo'n mannetje of 10 een soort dance-off aan het houden is. Dat was echt fantastisch. Dat werkte trouwens ongeveer tot het moment dat we erachter kwamen dat Travis, onze lead, die best wel goed was in Lindy Hop en rock'n'roll dansen. Dus die was toen alleen nog maar aan het praten. Ja. Maar ja, goed, onze regel bij Instant was dat we ervoor kozen om geen servers te gebruiken. En dat klinkt vreemd, maar tegenwoordig zijn nou, de technieken... tegenwoordig is dat niet zo vreemd meer als je weer een vogels op je site hebt staan als een van de mensen alleen, die jullie aanbevelen. Maar dit was begin 2015, dus toen was het nog best gek. En toen hebben we eigenlijk besloten om inderdaad die technologie van Amazon, die toen in beta was, Lambda te gebruiken als voornaamste onderdeel van onze stack. En dat is eigenlijk een manier om zonder het zelf te... Ja, te... Hey, maar ik ga je toch even onderbreken, want ik krijg een beetje het idee, van, zoals jij het vertelt, dat de dingen die je opstart, dat spielerij is. Dat je zegt, nou, we verzinnen iets geks. Nou... En, weet je, de marketeer die iets wil, die moet opdrukken. En we verzinnen een leuke marketing slogan. We gebruiken geen servers meer. Dat is technisch wel correct, hoor. Als in... Ja, het klopt wel. Ja. Maar het is natuurlijk niks nieuws. Want weet je wel, de gemiddelde start-up die zoekt het in de cloud. Als ze iets schaalbaars wil doen, dan begin je in maar de cloud. Cloud is niet serverless. Nee, maar cloud heeft 100% gewoon, Nee, dat is niet wat ik bedoel. Zeg maar, een cloud heeft gevirtualiseerde servers, maar dat zijn nog steeds servers. Je hebt nog steeds operating systems en je hebt één blok computercapaciteit. Dat is weer tekort. Ja, nee, dat is best mooi. We leren ook weer wat vandaag. Ja. En dat betekent bijvoorbeeld, als je twee keer de capaciteit wil hebben om iets te berekenen, moet je twee keer zo'n server lanceren. Maar dat moet je zelf regelen. Er zijn ook wat trucjes voor, weet je wel. Ja, je servers voor, kun je auto-scalen en zo, hartstikke leuk, maar dat gaat nog steeds per server. Maar als je serverless bent, dan heb je dus geen virtuele servers meer. Dan heb je... in het geval van Amazon... Ja, maar waar ik naartoe wilde, want ik geloof je onmiddellijk, mijn kennis schiet hier tekort. Dit is geen doel, dit is een middel.
En je legt ontzettend veel focus en aandacht, ook in het gesprek wat je nu doet, op allerlei middelen. Maar met welk doel? Dat is eigenlijk mijn vraag. Nou ja, kijk, de reden waarom ik dingen begin, die variëren. Want ik kan je nu een heel zwaar verhaal vertellen, wat ik net tegen een collega vertelde over waarom ik bijvoorbeeld met My Tomorrow's ben begonnen, of althans om daar aan mee te werken. Totaal ander verhaal. Pietje ook weer een heel ander verhaal. Alleen Instant is gewoon een verhaal van toevalligheden. Mm-hmm. En de kern daarvan is eigenlijk dat we onze eigen problemen oplosten. Scratching your own itch is wel belangrijk, omdat je dan eigenlijk het probleem ook echt voelt. Nou, je lost in ieder geval een probleem op, want er zijn natuurlijk ook een hoop start-ups tegen die een probleem oplossen wat niet bestaat. Ja, nou ja, goed, in ieder geval wisten we dat we zelf een probleem hadden, weet je wel. Dus ja. Er waren in ieder geval twee mensen in de wereld die dat probleem hadden. Dus, ja. Dus dat is al beter dan een heleboel andere ideeën die ik wel eens heb, die een stuk minder goed zijn. Ja. Maar dit is een verhaal van toevalligheden. Maar als je dat nou zegt, begin met toevalligheden, en waar sta je daar nu? Want je lost eerst voor twee mensen op. Daarna ga je kijken, zijn er wellicht nog meer mensen die het probleem hebben? Ja. Dus hoe kijk jij er nu aan? Is dit meer dan een dingetje? Of is dit waar je focus op gaat liggen de komende... Ja, ik verwacht dat 2017 toch wel in het kader van Instant gaat zijn. Want we merken eigenlijk dat heel veel mensen dit gaaf vinden. En ook heel veel mensen het heel stom vinden. En ik heb al een paar dingetjes geleerd stom? Van... Waarom zou het stom zijn? Nou... Ja, we hebben toen eigenlijk toen het nog teletext.io was, een artikel geschreven wat nogal wat stof heeft doen opwaaien. En dat was eigenlijk deels door de provocatieve tekst, maar ook een beetje, of eigenlijk, het was met name DevOps mensen die ruzie gingen schoppen met cloud mensen. En die vonden dat allemaal maar heel stom. En dan had je ook nog een extra groep van CMS mensen die dit ook niet begrepen. Dus er was heel veel frictie. Mensen gingen elkaar echt uitschelden. Ik kan je echt stukken laten zien op Reddit en zo. Van de lust rond, daar geen brood van. Dat is echt geweldig. Reuze veel pret om gehad. Maar weet je, op het moment dat mensen ergens aan de ene kant heel gepassioneerd over zijn, dat ze het fantastisch vinden. En aan de andere kant elkaar echt gewoon allerlei dingen toewensen. Dan weet je dat je iets hebt. Ja. Weet je wel, dan zit er iets. Als het iets losmaakt, betekent het dat er iets aan de hand is. Ja. En even nog voor mijn beeld. Hè? Want jij zegt, we maken dit eigenlijk voor de helft van het internet wat, zeg maar, niet op bijvoorbeeld, noem maar even voorbeeld, maar op WordPress of steeds. Want in mijn beleving, ik denk nog steeds, ja, wat is nou het probleem? Jij zegt, die tekst kan niet meer aangepast worden. Ik denk dan in een soort van WordPress-mode, ja, die tekst die kan je toch gewoon altijd aanpassen, zeg maar. Weet je? Dat is nou ja, de structuur van de site. Als je WordPress hebt wel, ja. Maar als je nu bij Rockstar binnenloopt bijvoorbeeld en je gaat vragen aan mensen van hey, voor jullie kernproduct gebruik je daar een CMS voor? Dan zegt niemand ja. Nee, echt niet? Nee, want dat is echt heel veel werk. Want WordPress is gemaakt voor een homepage met nieuwsberichtjes en blogjes en dat soort dingen. Dat is echt super straightforward vergeleken bij wat er eigenlijk gemaakt wordt. Uber of zo, als je naar de website van Uber gaat, je logt in en alles, je ziet knopjes. Dat is niet gemaakt met WordPress. Dat is gewoon hardcode. En dat geldt eigenlijk voor 90% van alle startups. Dat zijn gewoon mensen die code intypen. En ja, achteraf daar een CMS in frommelen, dat kan, maar dat kost je 3 maanden werk. En je zit voor eeuwig in de squeeze. Hey, maar als je dat is een probleem. Dat weet ik ook nog uit de tijd dat ik dat soort door schade en schande moest leren. Toen ik nog eindverantwoordelijk was bij de NOS voor dit soort dingen. Dat... Weet je, de artikeltjes en die dingen die werden door redacteur in het CMS gedaan. Maar alles eromheen, ja. Weet je, de duiding, ja. De categorieën, de weet ik veel. Dat was natuurlijk ook, kon je vanuit CMS allemaal niet doen. Ja. Dus dan ging je naast een programmeur zitten om al die dingen te fixen en te doen en weet je, dingen te veranderen. En deze wereld is het alleen maar erger geworden. Omdat... Ja, die is natuurlijk inmiddels, is dat allemaal veel erger geworden. Nu zeg jij van dat lossen wij met één regelcode op. Dan denk ik ook altijd gelijk, ja, als jullie die ene regelcode kunnen bedenken, dan kunnen heel veel anderen dat ook. Wellicht. Ik verwacht, als je het hebt over hoe verdedigbaar is dit, want dat is eigenlijk je vraag, hè? Ja. Ja, als jij zegt, ik ga me erop focussen volgend jaar. Dan heb je ook nagedacht over van, hey, we hebben echt iets in. Ja, ik denk dat wij een pak een beet...
10 maanden tot een jaar voorsprong hebben. Oké. Dus het is een hele ingewikkelde regelcode. Ja, nou de regelcode zelf niet, maar er zijn heel veel problemen om dit kostendekkend te krijgen. Dat is best wel lastig. Wij zijn super transparant over hoe we dit hebben gebouwd. Dus je zou eigenlijk dat kookboek of dat recept zou je erbij kunnen nemen. En dan zou je het na kunnen gaan bouwen. En ik gok dat met alle kleine vervelende dingetjes die wij inmiddels hebben opgelost om het te laten werken die niet in het boekje staan, dat je daar wel een jaartje mee zoet bent. Maar dan ben je ook wel, dan zou je dat kunnen nabouwen. Maar dat betekent gewoon dat wij aan de bak moeten om het zo snel te verbeteren dat we weer een jaar voorlopen over een jaar. Ja, en jullie businessmodel is freemium. Je kunt bij jullie gewoon gratis beginnen als je niet meer dan 2 talen wilt en tot 20.000 requests per maand, geloof ik. Hè? Even kijken. Ja. Ja, en daarna gaat het van 5 euro per maand tot uiteindelijk 95. Ja, de meest definiërende factor is inderdaad het aantal requests, want daar moeten wij ook voor betalen voor de bandbreedte. Ja. Maar je krijgt, we zijn ook, weet je... Kun je iets zeggen over hoe want je zegt, we zijn best al een tijdje bezig, problemen opgelost. Hoe is je tractie? Hoeveel gebruikers heb je? We hebben iets van... Zijn we inmiddels winstgevend? Of nee, by far niet. Nee, ja. We hebben, dat is ook niet... Iets waar we echt mee bezig zijn, want we willen dat wist eigenlijk... ik wel al, want jullie hebben vorige week nog 275.000 euro opgehaald. Ja, dat is ook zo. Ja. Dat had je allemaal nu. We hebben wel geld op de bank. Nee, maar weet je, eigenlijk de komende tijd willen we gebruiken om te bewijzen dat we dit kunnen schalen. Dus dat het probleem niet alleen bij Marcel en bij mij er is, maar ook daadwerkelijk bij de rest van de wereld. En dat we dit eigenlijk kunnen uitrollen tot op een niveau dat je kan zeggen van oké, dit is echt, dit heeft waarde, zoals zonder... Ja. Vorige gasten al vertelde. En eigenlijk is dat belangrijker dan daadwerkelijk geld verdienen met die betaalde plannen. Dus op zich vind ik dat niet zo heel spannend, maar we hebben nu iets van 2.500 mensen die websites runnen met behulp van Instant. Daar moet ik wel bij zeggen dat het grootste deel daarvan zijn mensen die experimenteren met code. Die worden lid en die gebruiken dat en die gaan er een beetje mee klooien. Maar dat is niet echt een serieuze website. Dus als je kijkt naar het aantal echt grotere, actievere gebruikers, dat zijn er veel minder. Dus ja, wij meten vooral als metric het aantal gebruikers, maar ook bijvoorbeeld de bandbreedte die wij verstoken. Want dat is een goede indicatie van hoe vaak afrekenen. Het eigenlijk wordt ook. Ja. Voorlopig is dat nog niet veel. Maar, En Picho zij gebruiken allebei, zeg maar, de reden waarom we gaan bouwen, gebruiken het nog steeds zijn vol. Absoluut. Ja. Maar als je, toen ik naar de site ging, maar ik maak dan ongetwijfeld een fout, want ik begin met een WordPress site URL in te typen. Mm-hmm. In de demo. En dat werkt eigenlijk niet, althans. Zou kunnen. Ja. Misschien moet je nog iets, maar dat was meer mijn vraag. Ik snap helemaal wat je zegt, nu ik het weet. Maar dus ik dacht, oké, nu ik het weet, denk ik, het is niet voor mij gemaakt. Want ik kan ook die paar zinnetjes aan de achterkant net zo makkelijk zelf in dit specifieke geval. Maar misschien moet je dat nog even bij zeggen. WordPress gasten, opzouten. Nou ja, weet je, er zijn heel veel use cases. Weet je, er zijn ook bijvoorbeeld, met name bijvoorbeeld Indiërs, zien we vaak. Die hebben vaak, er zijn heel veel van die freelance programmeurs die ook meerdere klanten hebben. En dat doen ze vanuit één WordPress instantie. En als je dan je klanten toegang geeft tot die WordPress instantie, kunnen ze eigenlijk best wel veel dingen stuk maken, ook voor andere mensen. Ja. Ja. Dat is vervelend. Dus wat die dus vaak doen, is die hebben dan wel WordPress draaien, maar die gebruiken ons aan de voorkant om de klanten met ons de boel te laten wijzigen. Terwijl ze zelf eigenlijk die... WordPress-instantie voor zichzelf houden. En eigenlijk is dat best wel een goed idee. Dus die gebruiken dat wel. Ja. Wat jij denk ik hebt ervaren is dat de demo nog niet 100% werkt voor alle sites. Okay. Terwijl eigenlijk ons product dat praktisch wel doet. Ja. Omdat die demo is nog wat nieuwer. Oké. Okay. Jan-Willem Essenhuis zelf een destijds bij de Nederlandse collega. Dat was de programmeur waar ik daarnaast ging zitten. Ja. Die is even de vraag. Gebruiken jullie een standaard HTML-editor of hebben jullie een eigen HTML-editor? Wij injecteren een editor die we ergens licenseren. Dus die hebben we niet zelf gemaakt. Oké. Okay. Beantwoord dat je vraag, Jan-Willem. Dan wil je natuurlijk weten welke licentie. We gebruiken Froala. Froala. Oké. Je bent ook nog steeds bij My Tomorrow's betrokken, toch? Ja. Dus is dit voor jou op dit moment een hobbyproject, avontuur, weekend? Nee, ik probeer het op dit moment een beetje te mixen. Ja. En dat is wel eens lastig. Ja?
En als ik je nu moet vragen, weet je, waar gaat nu je liefde, je hart naar uit? Nou, daar zou ik meerdere antwoorden op kunnen geven. Maar ik ga... Eerlijk antwoord, het enige wat ik wil is een eerlijk antwoord. Nee, die ook allemaal eerlijk zijn. Maar het is meer weet je, ik vind My Tomorrow's is een geweldig bedrijf. Ik denk dat ze echt super succesvol gaan worden. Ik ga daar... Voor wie het niet weet, even in die één zin pitch. MyTomorrow's is een platform waar patiënten die eigenlijk geen andere optie meer hebben... wellicht aan toegang tot medicatie in ontwikkeling kunnen worden. Experimenteel. Nou, zeg nooit experimenteel. Nee. Zeg altijd in ontwikkeling. Ik vertaalde het de vorige keer ook toen. Dezelfde opmerking. MyTomorrow's helpt mensen om eigenlijk toegang te krijgen tot dat soort medicatie. En dat kan niet altijd, want je moet aan een heleboel eisen voldoen. Maar soms kan het wel. En dat is dan heel fijn, want dan kan je nog iets anders proberen. Het is een redelijk zware kost. Toen ik er 2 jaar geleden begon, toen was eigenlijk de technische afdeling nog vrij beperkt. Dat is nu wel een soort van functionerend team. We hebben een product wat staat. En ik merk eigenlijk aan mezelf dat ik het eigenlijk leuker vind qua bezigheden om in een kleinere start-up te werken. Dus vandaar ook dat Instant voor mij belangrijker aan het worden is. Ja. En ook iets nieuws wat nog niet uitontwikkeld is. Ja. Dus wat de technische uitdaging zit, is het waarschijnlijk niet in My Tomorrow's voor jou. Ja, kijk, MyTomorrow's heeft, dat is wel weer leuk, MyTomorrow's heeft heel veel beperkingen, omdat het een medisch bedrijf is. Dus je heel veel dingen mogen niet. En dat is ook weer een soort van technische uitdaging eigenlijk. Want je moet de dingen die normaal heel makkelijk zijn, die kun je niet doen. Dus je moet daar slim mee omgaan. Ja. En dat is ook wel weer gaaf. Dus daar valt ook wel weer wat voor te zeggen. Maar het is meer een schaalgrote ding, denk ik. Ja, kleine clubje vind jij op dit moment prettiger om mee te werken. Ja, nou is ook heel erg, in die start-up wereld wordt altijd heel erg gezegd, ik ben er zelf ook nooit zo voor, hoor, maar focus. Jij bent wel een voorbeeld van iemand die dat niet doet. Of die dat niet goed kan misschien. Ja, ik denk namelijk wel dat ze gelijk hebben. Ik denk dat focus wel beter is. Maar zeg je eigenlijk dat de manier waarop jij het doet niet de meest efficiënte is, of niet de meest productieve? Dat klopt denk ik wel, ja. Ja, dat is een eerlijke investering. Het punt is, er zijn heel veel dingen leuk. dus het is best wel lastig om echt totaal gefocust te blijven. Ja, en dat heeft te maken met dat je van dingen opnieuw beginnen houdt. Van kleine teams. Ja, het gebeurt. Weet je? Je let even niet op en je hebt weer een start-up erbij. Dat is echt hoe het gaat. Ja. En dat investeer je ook nog, las ik. Ja, maar heel bescheiden hoor. Meer in vrienden die start-ups hebben en zo. Ja. Ja, nou heb je zelf, je noemt het zelf, maar met Instant hebben jullie, vorige week maakten jullie geloof ik bekend dat je 275.000 euro hebt opgehaald. En dat heb je ook helemaal met vrienden geregeld, hè? Binnen het netwerk van de start-up wereld. Ja, dat, niet zozeer vrienden, want ik vind ze natuurlijk allemaal super lief. Ze komen niet op je verjaardag. Nee, sommigen wel. Maar wat het is een informele ronde, dat is wat het is. Een beetje half om half. Het is een beetje een hybride ronde eigenlijk. Want wij zaten ook te denken over... want ik vind crowdfunding eigenlijk best wel heel mooi. Weet je, dat vind ik gewoon een heel gaaf ding. En dat wil ik eigenlijk, dat is ook een beetje een bucketlist ding. Van nou, eigenlijk wil ik ook wel een keer een bedrijf hebben wat crowdfund is. Dus dat mensen daar gewoon geld in stoppen zomaar. Ja. Weet je, dat is fantastisch. Hartstikke leuk. Maar goed, Instant is nog geen jaar oud. En als je natuurlijk nog heel onbekend bent, dan is het best wel lastig om met crowdfunding voldoende geld op te halen zonder er heel veel tamtam over te maken. En tamtam, ik bedoel, ik ben een beetje een semi-technische gast, maar niet echt een marketer. Dus ik vind het wel moeilijk om heel veel lawaai te maken. Dus wij dachten, dat gaan we anders doen. En mijn netwerk is echt in de VC eigenlijk met name in de VC-wereld, een beetje in de angel-wereld. Alleen daar heb je in deze fase, dat is het link, weet je wel, is er een grote... Te vroeg. Ja, want als er een te grote VC instapt en die dan een heel klein beetje geld in jou stopt, waar die eigenlijk geen pijn van voelt, want VC's hebben heel veel geld op de bank, die stopt dat dan in zo'n bedrijfje. En stel dat hun focus dan een beetje ergens anders heen gaat, omdat ze toevallig net weer in Uber moeten gaan investeren of zo. En jij wil dan de volgende ronde doen, dan hebben ze even geen tijd voor je. En dan moet je dus tegen andere VC's gaan zeggen, ja, mijn eerste VC, je weet wel die hele grote naam, die er eerst geld in heeft gestopt, die wil nu niet meedoen, want ze hebben het zo druk met Uber. Dan denken die VC's ook van, ja, er is iets aan de hand. Dus dat gaat heel vaak mis. Dus je kunt niet een pre-seed ronde met een VC doen zonder dat risico te lopen. Dat is een groot risico. Dus dan kom je al snel bij de kleine VC's of bij de angels.
Maar dat vind ik heel moeilijke mensen om mee om te gaan, eerlijk gezegd. Waarom? Wat? Nou ja, het zijn Angels vaak... bemoeien zich overal mee, wordt wel gezegd. Misschien. We hadden bij Pietje wel een hele grote groep, meer dan 10, van hele fijne angels. Moet ik wel zeggen, ik heb echt supergoede ervaringen mee. Maar ik merk dat als ik voor nieuwe, verse angels moet gaan pitchen, dat ik dan heel vaak moet pitchen voor relatief weinig opbrengst. Dus het is meer een kostenbatenafweging. Terwijl wat we nu hebben gedaan, we hebben nu, zeg maar even heel kort, we hebben eigenlijk een lijst gemaakt van mensen waar wij wat aan hebben. Dus bijvoorbeeld heel stel programmeurs, een aantal interaction specialisten, dat soort lui, financieel specialist. En de lijst gemaakt van een mannetje of 30. En die ben ik gaan bellen. Het waren niet allemaal vrienden van me, maar wel mensen die ik via wel een keer gezien had of die ik in ieder geval uit de scene kende. Ja. Ik had met mezelf afgesproken, ik ga 1 keer pitchen. En dan is het go-no-go, minimum ticket size €5.000. Meer mag, hoeft niet. Take it or leave it. Nou, dat ging echt hartstikke goed. Dus toen hadden we niet dat angel gedoe. We hadden ineens een hele grote groep evangelisten. En het idee was eigenlijk, dat zou je ook met friends and family kunnen doen. Het verschil is een beetje dat deze mensen echt iets in te brengen hebben bij onze start-up en dat ook doen. Ja, heb je dat ook geformaliseerd? Dus die mensen, ik bedoel dat ze iets in te brengen hebben, want dat wordt natuurlijk vaak gezegd, maar dan moet je er wel iets voor regelen. Wij gebruiken ze informeel, maar ze hebben bijvoorbeeld wel allemaal daadwerkelijk toegang tot de broncode. Ja, ja. Dus het is intern in het peer fund, zoals we dat gedoopt hebben, is het open source. En dat was ook een lokkertje natuurlijk, want voor programmeurs is het natuurlijk best wel leuk om eens een keertje in die serverless kitchen te kijken met al die spullen van ome Werner die hartstikke nieuw zijn. Ja. Dus dat snap ik wel, weet je. Dus dat ging gewoon heel erg goed. We hebben daar een maand over gedaan of zo. En hoeveel mensen zijn nu ingestapt? Ongeveer? Uit mijn hoofd, een stuk of 20. Ja. Ja. Dus we hebben ook een paar nee gehad, maar ja, dat gebeurt. Ja, maar dat zijn vooral mensen die zelf met Amazon Web Services werken, programmeurs, ontwikkelaars, die dit spannend vinden om daar... En natuurlijk gewoon mensen die werken voor bedrijven waar ik ook wel eens een keer hooi en dag tegen gezegd heb. Hey, als je zo pitst en je vraagt geld, dan over het algemeen moet je mensen ook wel... Er hoort wel een beetje commitment bij, dus die mensen... Dan moet je ook zeggen van wat jullie van plan zijn en hoe jullie eind volgend jaar jezelf zien. Ja. Heb je daar vastgelijnde ideeën over? Over hoe je dat moet vertellen of over dat plan? Nee, dat plan. Laat ik het anders vragen. Waar staan jullie volgend jaar? Ik vermoed... we zijn nu heel erg aan het testen, heel erg aan het experimenteren, echt heel erg aan het growth hacken. Gewoon kijken hoe we zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen binnen kunnen halen die we met hoge retentiewaardes en zo, dus dat ze blij zijn. En eigenlijk alle features die we nu maken, die zijn daar in dienst van. Eigenlijk is het engineered marketing. Je maakt een feature om weer een nieuwe groep klanten aan te kunnen spreken of zo. Of om klanten blij te maken. Dus daar zit niet per se een super groot plan achter. Maar wat wij van plan zijn, is eigenlijk het beantwoorden van de eerste vraag die we nu krijgen van onze klanten. Namelijk, je gooit dat scriptje erin en je kan ineens alles magically editen. Dat is natuurlijk geweldig. Maar wat ga je dan editen? Weet je, welke tekst ga je dan aanpassen? Dat is de vraag die we nu krijgen. En er zijn natuurlijk trucjes voor. Je kunt denken aan hele simpele dingen zoals grammar checks en spelfouten. Maar je kunt ook denken aan bijvoorbeeld suggesties, hoe je grammatica beter kan, hoe je je zinnen korter kan maken. En bijvoorbeeld de keyword density kan ophogen. Dus bijvoorbeeld search engine optimization suggesties. Of hoe blij is jouw pagina? Sentiment analysis. Al dat soort natural language processing trucjes, die kun je loslaten op pagina's waar onze tool in zit. Dus wij kunnen mensen ook daadwerkelijk vertellen van hoe goed is jouw pagina nou eigenlijk, content-wise. En je kunt het meteen aanpassen. Ja, dan zit je nog heel erg op de features, wat je het komend jaar voor je ziet, wat je kunt doorontwikkelen. Als je nou puur zakelijk kijkt, is er een moment dat je zegt van nou, wij willen... eigenlijk zo snel mogelijk breken even en zorgen dat we onze eigen broeken op kunnen houden? Of zie jij gewoon een volgende ronde voor je als die €275.000 op is? Het plan is om eind 2017 break even te zijn. Mooi streven. Dat zou ik leuk vinden. Ja.
het is met ons model niet heel moeilijk. Als in, we zijn echt super goedkoop namelijk qua operations. Want ik vind namelijk alles wat duur is, dat schaalt niet. Weet je, want ja. als je om maal 2, 3, 4, 5 gaat en je kost heel veel, dan wordt dat heel duur. Ja. Dus we proberen zo goedkoop mogelijk te zijn. Dus op zich, dat is haalbaar. Ik verwacht alleen wel dat op het moment dat het schalen gaat zoals ik hoop dat het zal gaan, dan komt er wel een nieuwe ronde aan zo voor de zomer. Oké. Okay. En ik weet nog niet hoe die gaat lopen. Hey, super, hartstikke bedankt en daar heel veel succes mee. Ja, spannend. Weet je, wat we natuurlijk met deze uitzending ook proberen te doen, mensen laten leren van elkaar. Dus nog eventjes, wat kunnen mensen van jouw financieringsronde leren? Ik denk dat het eigenlijk dat mensen onderschatten hoe makkelijk het is om geld op te halen bij mensen die ook je doelgroep zijn. Dus zeg maar, in ons geval, wij richten ons echt op developers en marketers en alles ertussenin van eigenlijk startups tot scale-ups op dit moment. Nou, die groep die kennen we heel goed, horen we zelf ook bij. En als je die match hebt gevonden, dan zijn er heel veel mensen bij die het eigenlijk hartstikke leuk vinden om mee te doen. Want zeg maar, het hele verhaal waar je wil zijn en wanneer je break-even wil zijn, bijvoorbeeld, dat is voor een investeerder een hele goede vraag, maar ik garandeer je van die 20 man die hebben ingetekend, ja. Dat boeit helemaal niet. Nee, maar in die zin is 5000 euro natuurlijk ook weer niet zoveel geld voor iets wat je gewoon rete interessant vindt. Ja, nee, want dat is wat je zegt, toch? Ja, ja. Ja, en ja. Weet je, een crowdfunding ronde is ook best wel weer ingewikkeld. Hè? Dan moet je bij zo'n platform aan de slag, want juridisch is het best wel moeilijk. Ja. Je wordt een soort van semi-publiek of heel publiek, ik weet niet precies hoe het technisch werkt, legally speaking, maar je komt in een andere categorie van bedrijf terecht en je moet heel veel van die pledges ophalen. Dat is hartstikke moeilijk. Ja. En met VC's en angels heb je weer het probleem dat je weer niet weet wat je binnenhaalt, want die gasten hebben allemaal stemrecht, dat willen ze natuurlijk ook houden. Ja. En je zit er nog zeker een jaar of 7 aan vast. Ja, tricky. Ja. Ja. Dus inderdaad, je onderschat niet hoeveel waarde je eigenlijk dichtbij, als je een goed idee hebt, zeg maar. Wat, ja, je kunt dit ook, je kunt het zelfs, wij hebben het gedaan door middel van een fonds, eigenlijk een stak, waar die mensen certificaten in kopen. Dus ze hebben wel financiële rechten, maar geen stemrechten. Daar zitten ze trouwens ook niet om te springen, want je hebt er ook niet zoveel aan als je maar voor 5000 euro inlegt. Nee. Maar juridisch is het gewoon een stak binnen een BV. Ja, klopt. Ja. We hebben daar een nieuwe variant van de convertible note op losgelaten. Die is gebaseerd op de SAFE agreement van Y Combinator. Dat is in Amerika nu de redelijke standaard manier van convertibles. En eigenlijk voor de mensen die niet weten hoe dat werkt, een convertible is eigenlijk vergelijkbaar met een lening die het bedrijf waarin je investeert gaat aflossen met aandelen in de eerstvolgende ronde die daarna volgt. En dat doe je omdat je eigenlijk nog niet weet wat de waardering is. Want de waardering, dat is giswerk in het algemeen. Ja. En eigenlijk hoe langer je wacht, hoe beter, hoe duidelijker het wordt wat de waardering eigenlijk is. Dus daarom is een convertible note bedacht. Alleen een convertible note heeft een nadeel. Namelijk, er zit, net als bij een normale lening, zit een einddatum op. Ja. Dus je loopt dan het risico dat als het heel goed met je gaat en je doet geen volgende ronde, of dat duurt wat langer, dat die einddatum verloopt en dat je investeerders zeggen, komt allemaal geld. Ja. Nou, dat is vervelend, want dan ging het eigenlijk heel goed met je, maar zoveel cash had je niet op de bank. Dus dat is lastig. Dus die einddatum is probleem 1. Het tweede is dat er natuurlijk sprake is van rente bij een lening. En dat kan ook problematisch worden als dat te veel wordt. Nou, de SAFE agreement is eigenlijk een convertible note, maar dan zonder einddatum en zonder rente. Dat hebben wij ook toegepast. We hebben wel een cap toegepast. Dus eigenlijk een maximaal bedrag waarop die mensen dan wel kunnen instappen. Ja. En nog eventjes, gaan we niet verder op in, maar voor wie hier niet dagelijks mee bezig is. Straks een stichting, hè? Waar je eigenlijk al die personen die nu geld in rusten, eigenlijk in bundelt. Ja. En zodat niet iedereen stemrechten heeft, niet iedereen op je vergadering komt, Je hebt geen aandelen, maar certificaten van aandelen. Ja. Ja. En die hebben wel financiële rechten, maar geen stemrecht. Ja. Komt ook neer, toch? Klopt. Ja. Okay. Goed om af en toe nog eventjes het groot woordenboek der startups nog eventjes te blijven uitleggen hier. Hey, super. Ontzettend bedankt. Heel veel succes ermee.
En, en ook met al die andere dingen die je aan het doen bent en blijft doen, zoals ik nu begrepen heb. Ik ben bang voor dat. Goed, ja, nee, maar dan, je moet je ook neerleggen bij wie, ja. Jezelf, bij wie jezelf bent. Vind ik ook. Zeg altijd mezelf. Oké. Hey, ontzettend bedankt. Jullie bedankt voor het kijken. Bedankt 2ML die ervoor zorgt dat de website van Fast Moving Targets altijd up and running is. Streamzilla uit Groningen verzorgt de stream iedere week. We hebben Bier & Co. die verzorgt dit keer het koud vuur van Baksbier uit Groningen. En je kunt daar allerlei mooie biertjes kopen en bestellen. En dan hebben we nog Freedom Lab die ervoor zorgt dat we hier elke week... Het is best wel warmer geworden, hè? Want ik was een beetje bang dat het heel koud zou zijn vandaag. Maar is, ja, is goed mee. Te doen. Valt alles mee. Dat hebben we ook gehad. Maar verder nog sowieso een prachtig pand in Amsterdam. Dankjewel. Tot volgende week. Dag. Hey, dankjewel.